Super Bowl. Super Bowl heb je ook tot half vijf zitten kijken. Hoe vond je de rust op de reden? Ach, geweldig. Break, maar ja? Lekkere wijven waren dat, hè? Heerlijk, man. Jennifer Lopez. Jezus, die kontjes, zeg. Hey. Ja, was goed. Lekker, man. Oh. Ik zat te genieten, man. Ik lag hier lekker met mijn dekbedje op de bank zo. Ja, whiskytje erbij. Precies zo in dat kontje te kijken. Zo. Niks mis mee. Toch wel? Nee, maar dat en was... Terwijl jij daar lag te kijken naar dat kontje, toen braken ze in bij jou. Ja, nee. Nee, maar het was echt... Het was goed, hè, dat optreden, hè? Ja, ik heb het dus niet terug zitten kijken. Want Jennifer Lopez, jongen, die 50, ging, hè? Die ging in die paal hangen. Ja. En dat heb ik vaker gezien, maar dat is helemaal niet zo makkelijk, hoor. Zo'n paaldanseres. Maar hebben ze ook goed gezongen? Nou, het was echt goed, joh. Want ik weet niet of het band is, Pik. Dat weet ik echt niet. Ik denk hoor. Het dat wel. Denk ik bijna wel, hoor. Maar weet je wat mij een beetje tegenstaat, Wilfred, bij die Super Bowl? Dat ik merk dat de druk op die jongens is zo extreem, maar dan ook zo extreem, die kunnen niet meer normaal doen. Dus het enige wat ze doen is keihard met de borsten tegen elkaar vliegen, met de koppen tegen elkaar, high fives geven. En dan denk je, doe nou gewoon, speel je gewoon je wedstrijd, man. Maar er zitten ook heel veel mensen te kijken. Ja, maar schijnbaar, wat ik dus zeg, is de druk is zo immens. Maar het was een hartstikke leuke wedstrijd en ik vond het leuk voor die oude coach. En ze hebben ook een vrouwelijke eigenaar, hè? Ook nog eens, ja. Ja. Die blonde, die stond er ook achter. Ook met een goed kontje, ga je dat nu zo zeggen? Nee, maar die was... Nee, maar wel met een hele creditcard. Die was er wel tegen... Dat heb ik liever. Die was wel tegen de 50. Maar inderdaad, wat Johan zegt... Die was goed voor een paar miljard. Dus ja, daar zie je hoop door de vingers. Ja. Het is hier... Hè? Jij niet? Ja, dan mag het kontje iets groter zijn. Wat zei je, Wim? Het is hier nooit echt wat geworden, toch? Nee. Hoffman heeft nog getracht een keer op de kaart te zetten hier. Ja. Als oude baas. Maar... Nee, maar die cultuur die krijg je hier niet in, joh. Maar we hadden wel over die wedstrijd in de arena. Ja, je had die hele competitie hier in Europa. Ja, er zat niemand op te wachten. Waanzin. Wil je niks missen van Veronica Insight? Download nu de Veronica Insight app. En snel!